maandag bespreken we hier in Studio TVL een thema rond dieren. En dan nodigen we traditiegetrouw Inge Pauwels uit. Goedemiddag Inge, hallo. Fijn dat je er bent. Ik heb gelezen dat de mondhygiëne bij dieren ook heel erg belangrijk is. En dat wil je vandaag ook wel even aankaarten. Ja. Want 4 op 5 honden ouder dan 3 jaar hebben daar last van. Ja, inderdaad. Tandplak is een veel voorkomend probleem. Maar ook tanden die afslijten of zelfs tanden die afbreken. Ja. En wat is het nadeel van tandplak en tandstenen? Dus algemeen de bek die begint te ruiken, zal ik maar zeggen. Tandvlees dat ontstoken raakt enzovoort. Dus dat is helemaal niet aangenaam, zowel voor het dier als voor ons ook. Want wij zitten dikwijls heel kort bij de hond. Ja. Maar wij voelen dat als we pijn hebben of als er iets scheelt. Maar een hond kan die kan dat niet vertellen. Ja, die kan een korter lontje krijgen natuurlijk. Die kan geïrriteerder uit de hoek komen hier of daar. Of heel veel met zijn mond gaan rond je hand zitten of zo. Ah, ja. Mounding, zoals we dat dan in het Engels zeggen. Dus dat kan. Ze kunnen dat wel op een andere manier laten zien. Ja. En hoe voorkom je dan dat allemaal? Er zijn een aantal mogelijkheden. Eerst en vooral is het belangrijk dat honden kunnen kauwen. Mm-hmm. Je hebt verschillende dingen. Je hebt speelgoedjes, je hebt beentjes, zal ik maar zeggen. En je hebt ook het feit dat je kan poetsen natuurlijk. Poetsen. Honden kunnen dat niet zelf. Nee. Dus dat moet baasje doen. Ik zie ze nog niet bezig, nee. Ja. Nee, het is heel fijn dat af en toe 1 keer de week zo ongeveer. Dat is niet elke dag. Nee, hoeft niet elke dag. Want honden hebben een veel sterker speeksel. Dus het gaat ook, je ziet dat ook honden slokken heel veel het voedsel gewoon naar binnen. Gaat rechtstreeks naar de maag en wordt daar heel netjes afgebroken. Dus heel hun spijsverteringssysteem is veel sterker dan van ons. Ja. Dus je hoeft niet elke dag te poetsen. Maar goed. Maar als je dus wilt voorkomen, dus honden die toch veel knabbelen en zo, die hebben natuurlijk misschien wat meer poetsbeurt nodig dan honden die gewoon maar slikken. Hier ligt zo van alles. Is het dan echt met een tandenborstel en tandpasta en mondwater? Je hebt inderdaad een tandenborstel. Ik zie er hier bijvoorbeeld een tandenborstel staan. Ja. Ik ga het even zo laten zien. Voilà. Heel fijn om mee te poetsen. En daar zit specifieke tandpasta bij, want natuurlijk de fluor die wij gebruiken en zo, is niet zo heel gezond voor de tanden van de hond. Het is ook niet zo'n fijne smaak. Dus het is zelfs zo niet leuk dat er zo'n ding in je mond zit als hond zijnde. Dus ze hebben daar dan speciale smaakjes. Die proeven naar vis of naar vlees of zo. Dat is heel aangenaam. En blijven ze dan mooi zitten? Was dat maar waar. Natuurlijk, je moet dat eerst aanleren en dan kan het zijn dat ze mooi blijven zitten. En hoe leer je dat? Er zijn ook heel veel honden die daar schrik van hebben natuurlijk. Heel veel mensen gebruiken ook dan hun hand en gaan dan met hun hand zo over de bek en dan gaan ze de tanden zo opentrekken, wat natuurlijk een hele dominante handeling is voor een hond. Die heeft dat helemaal niet graag. Dus als je dat doet, let dan op houdingen die je bijvoorbeeld onder de kin gaat gebruiken en dat je van hieruit de bek opentrekt en met de tandenborstel werkt. Dat is veel beter dan van bovenuit werken. En ook stap per stap. Je kijkt een keer de tandenborstel, je geeft een snoepje. Tandenborstel laten zien, snoepje. Tandenborstel laten zien, snoepje. Zo ben je dat opbouwt. Dat Pavlov. Een positieve conditionering, zoals ze dat dan noemen. En dan pas de tandenborstel zo'n paar keer over een weer laten gaan en opnieuw snoepje. Ja. En dan pas kan je... En dan zit die hond daar vol schuim. En hoe kan die spoelen? Nee, dat hoeft helemaal niet. Tandpasta van honden, dat schuimt, eigenlijk niet. Dus daarmee dat het andere bestanddelen heeft. Nochtans is dat ook mondwater, dacht ik, of niet? Wel een goede vraag. Is dat mondwater? Of zal misschien voor een frisse adem? Ja, het is inderdaad mondwater. Maar dat gaat dan rechtstreeks in het drinkwater. Dus dat is gewoon een frisse adem. Inderdaad. Ja. Nu moet ik eerlijk zijn, daar heb ik zelf nog nooit gebruik van gemaakt. Nee, ik zelf wel, maar niet voor de hond. Nee, je kan er zo ver in gaan als je wil, natuurlijk. Daarom ook. Maar die sticks zijn ook wel populair. Als je zegt van... Dentasticks zijn heel populair. Nu, ik persoonlijk vind het een beetje... te veel vet bevatten. Dus honden die wat moeten uitkijken met hun gewicht, nemen best geen dentasticks. En dan ben ik eerder voorstander van bijvoorbeeld zo'n flostouw. Daar kunnen ze ook, dat schuurt ook heel netjes. Of gewoon een mergpijp die je ergens kan gaan halen. Of penstaven die ze bij Tom & Co ook hebben. Ze hebben heel veel meer keus dan enkel alleen de dentasticks. Met minder vetgehalte. Want worden ze weer al te dik. Voilà, ik denk, kunnen ze ook gaatjes krijgen, honden? Als je
niet oppast en te veel suikers geeft, kunnen ze inderdaad wegtrekken, tandvlees en zelfs karies krijgen. Inderdaad. Waarom? Ja, dat is helemaal en niet fijn. En plomberen doen ze niet bij de honden? Nee, dat doen ze allemaal niet. En vals gebit en zo ook allemaal niet. Nee, dus zelfs ook dat tanden kunnen afslijten. Bijvoorbeeld, heel veel mensen spelen met tennisballen. Ja. Nu, dat schuurt ook heel hard. Dat is net als schuurpapier en gaat eigenlijk letterlijk je tanden afschuren. Ja. Dus ik zou ook oppassen met tanden, met tennisballen bijvoorbeeld. En hoe zit het met stenen en takken? Want ja, ze steken eigenlijk wel eens in hier, ze rapen veel op. Stenen en takken, dat is niet zo'n probleem voor de tanden op zich, maar dikwijls slikken ze het in. En dan krijgen ze natuurlijk wel problemen in de maag. Mm-hmm. En ook stukjes van de tak kunnen in de darmwand terechtkomen en kunnen de darmwand perforeren. Dat is ook niet zo een aangenaam iets. Dus ik zou zeggen, neem een goede penstaaf of runderstaaf of een goede mergpijp en laat ze daar gewoon heel lekker aan knabbelen. Ja. Poets regelmatig en geef natuurlijk ook heel gezonde snoepjes. Want je hebt ook snoepjes met heel veel kleurstoffen, maar je hebt ook snoepjes die ook extra voor de tandhygiëne werken. Natuurlijk. Maar moest het toch al te ver gevorderd zijn? Is er dan een tandarts voor dieren? Klopt. Of, de tandarts voor dieren is er niet echt, maar de dierenarts kan wel tandsteen verwijderen, maar dat gebeurt meestal onder verdoving. Mm-hmm. En het grote nadeel is dat tegen dat de tijd dat de hond ouder is, ze meestal heel veel tandsteen krijgen en dat je dan helemaal moet gaan verdoven voor het tandsteen te verwijderen. Als ze wat ouder zijn, is dat ook niet zo aan te raden. Nee. Dus ik zou zeggen, beter voorkomen. Dus regelmatig op controle en poetsen. En goede beentjes geven. Allee, goed. We hebben weer wat bijgeleerd, Inge. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. En volgende week zien we jou opnieuw. En dan hebben we ook weer natuurlijk een winnaar. Zoals vandaag hebben we weer heel wat leuke foto's binnengekregen van jullie kijkers thuis. En de bedoeling is dat jullie een foto uploaden met je huisdier en jezelf. En die dan naar ons stuurt via onze website. En kijk eens even mee. Deze foto's hebben we deze week binnengekregen. Jill Bosmans uit Neerpelt heeft Jork Benji bij. Dan hebben we Jos Cox uit Bree met Bono. En we hebben Angie Brood met Luna en Mickey. Kijk eens aan, dikke vrienden daar. Zij verdienen allemaal een cadeaubon van Tom en Co. Bedankt voor jullie foto's. Heel veel plezier ermee. En als je zelf dus ook kans wil maken op een bon, een waardebon van Tom en Co, zeker even meespelen of gewoon je foto doorsturen. En volgende week is er dus een nieuwe Snuffles met weer wat hele leuke weetjes. Snuffles in samenwerking met Tom & Co.